We zijn nu in Montevideo en wij gaan dollar spinnen. Zoek naar een bank. We zijn nu dus in de bank, want we hebben eerder bij zowat alle pinautomaten geprobeerd te pinnen. Dan komt er niks uit. Dus we gaan nu proberen om het via gewoon een mens te krijgen. Niet gelukt. Op naar de volgende. Bank. Filmen in de bank. Maar daar is het ook niet gelukt. Zo lijkt het erop dat we alleen een pinautomaat kunnen gebruiken. Waar we ongeveer maar $200 per keer uit kunnen halen. Met een toster rate van 6. Staring out the window, waiting for life to stop. We gaan nu terug naar Buenos Aires met de bus en de ferry, want we hebben onze dollars binnen. Ben je excited met al je dollars? Gracias. Ciao. Bijna in de ferry. We zijn bijna in de ferry. We zijn onderweg naar de cemetery van Evita. We zijn er. Staring out the window. Noting. Als hij noting is, waarom heeft hij zo'n groot graf dan? Dat gaat ook niet eens over. Staring at the window.
Deze groep gaat nu naar het graf van Evita. Dus wij gaan ze volgen. Dit burgertje was een 6. De vorige was een 7,5. Wat vond jij, Richard? Dit was de beste burger die ik vandaag gegeten heb. Maar dit is ook de enige burger. Voor de rest. Okay. De frietjes waren inderdaad mucho más crocante. De burger geef ik een 5. En de prijs-kwaliteit verhouding een 5,5. 5 van 5 sterren? 5 van 50 sterren. Auto. Meneer Europcar. Dat is hem? Si. I need the passport, the license, the car. Hij is de auto aan het halen. Dat is wel goed ook, want die was die ruikt niet al te best. Te laat. Misschien had hij die 5 minuten even moeten besteden om de douche te nemen. Ja. Maar ik denk dat hij heel druk bezig was met Pokémon spelen. Tap out. Dat zijn alleen schone mensen. Moet je zien hoe klein dit ventje is. Rotonde de tweede afslag en rijdt door op route nationaal 5. We zijn even gestopt. 5 uur onderweg zijn we. Meer dan 5 uur. En dan zijn we in Santa Rosa. En vanaf Santa Rosa gaan wij naar Villa Piquen. Epiquen. Kijk je wel. En dat hopen dat dat vet is.
telefoon is aan het flippen. Hij wil niet meer opstarten. Dat betekent dat we ook geen navigatie meer hebben. Want Richard's telefoon is ook al kapot gegaan door water. 14 dagen geleden. Dus hebben we hebben nu twee trippende telefoons. Geen navigatie. En we zijn geen idee hoe ver vanaf. We doen het. Yay! We hebben navigatie. We gaan even boodschappen halen voor onderweg. Cake, zakje snoep, zakje snoep, zakje snoep. Cola, cola. Een paar minuscule, weet u die dingen? Croissantjes. Een paar rijstwafels en water. Twee volwassenen die boodschappen doen voor ontbijt. We made it. Ze hebben wel, speciaal voor al die duizenden bezoekers die hier komen, deze nieuwe poort gebouwd. Geen entree. Geen tekst. Dit is hoe het eruit zag. Bruisend. Ik heb nog helemaal niet verteld wat het nou eigenlijk is. Dit was een oud vakantieoord voor Argentijnen die in 1985 onder water is komen te staan. En rond de 25 of 70 jaar later is het waterpeil weer gaan zakken. En toen is dit ervan overgebleven. Weet je wel waarom het onder water gaat? Een soort moderne Atlantis. Waarom? Ja. Omdat een dijk was geknapt, toch? Een dijk en een dam. Een dijk en een dam, ja. Maar ja, het zijn geen Nederlanders, hè? We kunnen niet zo goed dijken bouwen hier. Staring at the wheel, I can feel. Take pill after pill. I wish I could chill. Politic and play the game. Staring at the wheel. Het water heeft tot deze blauwe pijl gestaan. Die. En dat is, om precies te zijn, 10 meter. Het ziet er ongeveer zo uit. Wat vond jij ervan? Oké, vandaag zijn we geweest bij Villa Epcoën. Dat was best bijzonder. Heb je net twee seconden geleden allemaal gezien? Heb je dat gezien? En het was best mooi. Het was wel gewoon een ghost town. En ze hebben het gelaten zoals het, zoals het was toen het water verdwenen is. Ja. Het is best bijzonder om te zien. Zou je er nog een keer 600 kilometer van rijden? Misschien nog wel meer.